Hallo, mijn naam is Jasper Willemsen. Ik ben verkennerleider en ik ben hier elke zaterdag. Naast de verkenners draai ik ook RSA. En, RSA zijn de pubers. En dat is ontzettend leuk, want dan zie je ze als verkenner zie je ze groeien naar kinderen die opdrachtjes uit kunnen voeren. En daarna in één keer wordt het RSA en dan gaan ze zelf dingen plannen en dan ga je zelf dingen maken en dan gaan ze plezier hebben en dan krijg je een hele groepsdynamiek. En dat is eigenlijk heel erg fantastisch om mee te maken en daar bij te mogen zijn. En het stukje met die kinderen mee mogen lopen van dat ze binnenkomen, dat ze eigenlijk nog niet kunnen plannen, niet kunnen organiseren, niet in de agenda kunnen kijken naar eigenlijk een volwassen jongeren worden. Nou, dat doe je vooral in een leuk team. En dat is eigenlijk wel een van de dingen die het leukste is. Hè? Je bent samen met volwassenen, samen eigenlijk met vrienden en je begeleidt daarbij kinderen. Ja, als ik denk aan wat doen we nou eigenlijk op scouting, is dat naast de klassieke technieken die iedereen kent van de boekjes en het stereotype, doen we ook vooral veel wat je ziet op televisieprogramma's zoals Wie is de Mol, Expeditie Robinson. Nou, de laatste tijd is het Wilde Oosten op tv. Nou, daar zie je, daar bouwen ze zelf zwembaden. Dat doen wij ook. Dus het is echt het buitenleven en die spellen en die uitdagingen met elkaar aangaan. Primitief en fikkie stoken, lekker stinken, lekker vies worden. En dat zijn wel echt de dingen waar ik van denk, ja, dat is wel echt het leukste.